Ik ben Ruben Buist, projectmanager bij Renovatieconcepten, onderdeel van BAM Wonen. En we zijn vandaag op een project van Portal, een groot renovatieproject van 174 appartementen hier in Utrecht, waar we zometeen een rondleiding gaan geven aan onze klanten. BAM Wonen helpt haar klanten om hun bezit te verduurzamen en wij voeren die werkzaamheden uit, zodat de woningen weer toekomstbestendig zijn. Deze renovatie en verduurzaming is belangrijk omdat wij natuurlijk de klimaatdoelstellingen van Parijs willen halen, maar ook zeker voor de bewoners, dat zij komen te wonen in een comfortabele, goed geïsoleerde woning met lage maandlasten en zonder vocht, tocht en schimmel. Mijn naam is Vera Hartkamp, ik ben commercieel manager bij BAM Wonen en vandaag zijn we bij Fort aan de Klop voor het renovatie-evenement. Het thema van de dag is groene transities. En ja, als je je verdiept in al die thema's, kunnen we boeken over volschrijven, kunnen we een hoop over vertellen. Maar in essentie zit er echt overlap. En als je de synergie tussen die verschillende groene transities samenpakt en integreert van projecten, kun je zoveel meerwaarde creëren. Dan even twee woorden intypen. Waar denk je aan bij innovatie van renovatie? Techniek, communicatie, samenwerking, vernieuwing. Digitalisering, de trias energetica, heel mooi. En wij zijn vandaag bij één, eerst in een plenair deel, dus we hebben leuke sprekers gehad die namen ons mee in de toekomst. En vandaag zijn we aan het kijken met z'n allen van hey, wat is nou voor de nabije toekomst? Hoe kunnen we die woningen nou gaan verduurzamen? En dat doen we in workshops, we zijn in workshops uit eten gegaan en we zijn aan het pitchen in vier groepjes. En de pitches die gaan ons hopelijk nieuwe inzichten opleveren. Maar uiteindelijk doen we dat allemaal voor de bewoners en denken wij dat een ingrediënt, maar eigenlijk een voorwaarde is dat de bewoners ook betrokken zijn. We hopen op samenwerking, maar we willen vooral de plannen en de suggesties uit de markt ophalen. Dus ook voor de bewoner, want de bewoner staat centraal en dat is bij de woningcorporaties het geval, maar bij ons is dat ook het geval. De eerste evenement, dames en heren, daar.